Voor clubs die de tennisdagen organiseren heb ik de tip om er te staan als een organisatie, herkenbaarheid uitstralen en vanaf het eerste moment de speler of bezoeker, hoe je het formuleert, op hun gemak te stellen. Dat ze weten dat jij er voor hun bent. Mijn gouden tip voor verenigingen die met een open dag aan de slag willen gaan, is zorg ervoor dat je een activiteitenprogramma hebt georganiseerd waarbij er allerlei verschillende dingen te doen zijn. Dat wil zeggen, niet alleen wat wedstrijdjes voor degene die al bij de club zitten. Kijk eens of je iets met een workshop kan doen, dat je een interessante spreker kan binnenhalen of iemand binnen de vereniging die daar wat mee wil doen. Zorg ervoor dat het echt als een open huis is, dus met wat drankjes, koffie, ranja voor de kinderen, dat er wat hapjes zijn, maar dat er echt gewoon een huiselijke gezelschap is. Ik denk dat je sowieso trainers op het park aanwezig moeten zijn. Dat ze in ieder geval een soort proeflesjes kunnen krijgen. En dat je ook echt uitgebreid aan de mensen laat zien en praat met de mensen over wat van hetgene wat je allemaal doet voor de vereniging. Zorg ervoor dat het jong en oud door elkaar is. Dus dat het niet alleen de oude senioren zijn of alleen maar de jeugd. Maar laat het zien dat het een samensmelting is van beide groepen. Er zijn meerdere manieren om mensen, en vooral kinderen, wat mijn doelgroep is, enthousiast te maken voor tennis. Ik ga jaarlijks naar de basisscholen om daar een gymles te geven, een tennisles tijdens hun eigen gymles op school. Ik maak ze dan zo enthousiast voor het spelletje tennis, om ze daarna naar de tennisbaan toe te krijgen voor een proefles. Je moet niet verwachten dat het binnen één keer voor een kind duidelijk is hoe leuk de sport is. Daarom zien wij de herhaling als een belangrijke factor. Maar ook de uitnodiging op het park zelf. Dat ze ook zien, oké, dit is dus de vereniging waar ik dus waarschijnlijk mijn sport ga beoefenen. Nadat ik dan de kinderen op de basisschool allemaal heel enthousiast gemaakt heb, krijgen ze van mij een formuliertje voor een uitnodiging voor een proefles op de tennisbaan. En daar komen zo'n jaarlijks zo'n 50 kinderen. En als ze op de tennisbaan zijn voor hun proefles, dan blijven ze ook allemaal wel hangen om definitief op tennisles te gaan. Ik denk dat mensen op een gegeven moment, als ze binnenkomen voor die open tennisdagen, dat ze het in ieder geval toch van plan zijn om te willen gaan tennissen. En dat ze dan echt het gevoel moeten hebben van, nou, dit is een leuke vereniging en die past bij mij of die past bij de kinderen. Wat het meeste werkt, is toch de mond-op-mond reclame. Dus als jij ervoor zorgt dat jij voor jouw club allerlei leuke activiteiten kan organiseren, ja, dan werkt dat zo goed voor de leden. En die mond-op-mond reclame, dat is het beste. Eigenlijk zou je kunnen stellen, je eigen leden zijn de beste ambassadeur voor de club. Verenigingen die niet weten hoe ze nieuwe leden binnen hun club moeten halen, is belangrijk dat ze op zoek gaan, in ieder geval, dat ze in ieder geval ook met een trainer in zee gaan die in ieder geval heel veel voor de club wil betekenen, want de trainer is toch de boegbeeld van de club. En dat je probeert een hele actieve jeugdcommissie erbij te zoeken, waardoor je heel veel activiteiten kan organiseren. Want ik denk toch dat mensen binnen een vereniging niet alleen maar willen tennissen, maar ook heel veel dingen eromheen willen blijven doen. Toen ik begon met ledenwerven zaten op 40 jeugdleden in 2007. Nu inmiddels zitten we op 230 jeugdleden. De rek is er nog niet uit omdat de wijk waarin we vissen nog steeds aan het groeien is. De kinderen blijven tennissen omdat we gewoon een goed programma hebben. Zowel voor trainingen als competitie, voor wedstrijdjes. Goede samenwerking met de jeugdcommissie, waardoor de kinderen blijven tennissen en ook hun vriendjes en vriendinnetjes mee komen nemen.